Eind 1925 hadden de grote rivieren de hoogste stand van de eeuw bereikt. En op Oudjaarsdag brak de Maasdijk bij Overasselt door. In de eerste dagen van 1926 liep het land van Maas en Waal onder water. En iedereen probeerde te redden wat er nog te redden viel. De bijna 6000 inwoners van dit gebied konden heelhuids uit hun overstroomde huizen worden gehaald en werden geëvacueerd naar steden en dorpen in de omgeving. Daarna werd het leger ingezet bij het redden van het vee dat was achtergebleven in de boerderijen, die al meters diep in het water stonden. Toen begon het hard te vriezen en de enorme watervlakte veranderde in een barre ijsvlakte. Voor degenen die in het gebied waren achtergebleven, moesten levensmiddelen en kolen met sleetjes over het ijs worden aangevoerd. Door de overstroming en het ijs waren 3000 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. En er werd voor 10 miljoen gulden schade aangericht. Maar voor de regering was dat geen aanleiding om te spreken van een nationale ramp. Daarop werd in het hele land een inzamelingsactie gehouden om de slachtoffers toch te kunnen helpen. Dat werd groots aangepakt. In Amsterdam reed de brandweer met een oude diligence door de stad om geld op te halen. De nationale inzamelingsactie bracht binnen korte tijd bijna 5 miljoen gulden op. Van dat geld en een beetje overheidssteun werden allereerst de woningen en boerderijen van de beter gesitueerden hersteld. Daarna kwamen de eigenaren van de kleinere huizen aan de beurt. Maar de mensen die tijdens de watersnood in een huurhuis hadden gewoond, kregen niets. Ze hadden immers niets verloren en moesten zelf maar een nieuw onderkomen zoeken. Bijna 2 jaar na de ramp woonden nog 50 gezinnen met 200 kinderen in wrakke noodwoningen. Deze schrijnende toestand wekte in het land veel verontwaardiging. Een actie van het dagblad De Telegraaf bracht binnen enkele weken een ton op. En dat was ruim voldoende voor de bouw van 50 eenvoudige huisjes, want die kostten maar 1800 gulden per stuk.